Hey, ik sta vandaag in Deinze bij De Wassende Maan. De Wassende Maan is een coöperatie hoofdzakelijk in de handen van de klanten. En ik ben heel benieuwd om die samen met jou te ontdekken. Kom maar mee. De Wassende Maan is een biologische boerderij. Wij verdelen onze groenten via de eigen boerderijwinkel op de boerderij en via een netwerk van afhaalpunten 50 in en rond Gent. De Wassende Maan is van iedereen en van niemand. We hebben 440 coöperanten, aandeelhouders, heel verspreid aandelenbezit, geen enkele meerderheidsaandeelhouder. Maar belangrijk is, 90% van de coöperanten zijn ook klant. De impact die de Wassende Maan wil hebben, is eigenlijk het verspreiden van het ideeëngoed van de korte keten. Van, wij verkopen geen groenten aan de groothandel, maar alles rechtstreeks van het veld in onze winkel of via de afhaalpunten. Waarom is de coöperatie daar de perfecte formule voor? Er is, zoals gezegd, hier geen meerderheidsaandeelhouder. Er is dus ook geen aandeelhouder die ooit zijn eigendom wil verkopen. Dus de coöperatie is voor ons de basis, de zekerheid van ons voortbestaan. Ik ben een grote fan van De Wassende Maan. Ik ben hier vaste klant, ik ben hier vrijwilligster. Ik ben mede-aandeelhouder. Jij bent hier bloemen aan het plukken. Ja, fantastisch. Dat is een nieuw concept. Het is altijd al leuk geweest om naar De Wassende Maan te komen, maar nu komen we nog veel liever dankzij de prachtige omgeving door alle kleuren die er te zien zijn. Iedere keer andere nieuwe bloemsoorten die ik nog nooit had gezien voorheen. Het is werkelijk genieten van begin tot einde. Ja, ik ben ongelooflijk blij. Ik heb weer een prachtige coöperatie ontdekt vandaag. Ben jij ook gebeten door coöperaties? Check dan zeker de website van Sera, www.sera.coop. Tot de volgende!